Hartelijk welkom bij Studio Feyenoord. Dat geldt ook voor mijn vriend en collega Jan-Dirk Stouten. In een week waarin de transferwindow sloot, twee vragen. Hoe dichtbij was nou eigenlijk de komst van Sirikzee? Nou ja, kijk, het is logisch en daar hoef je geen deskundige voor te zijn om te zien dat je in deze voetbaljaren als club verlies gaat leiden. Dus uitgaven doen lijkt me geen optie. En zijn komst is mede daarom ook nooit echt een optie geweest. Is misschien ook niet zo heel erg omdat Berghuis is gebleven. Nee, dat is het belangrijkste nieuws, zou je kunnen zeggen. We hebben de laatste weken uit de laatste jaren gezien hoe ongelooflijk goed zijn statistieken zijn. Hoeveel toegevoegde waarde die heeft. Niet alleen qua doelpunten, maar ook qua voorbereiding van doelpunten. Dus dat hij niet gaat, is van wezenlijk belang, ja. En alle spelers je natuurlijk even lief, maar sommige heb je net wat meer mee. Dat geldt voor onze gast van vandaag, hè? Ja, die ben ik in de afgelopen jaren een paar keer tegengekomen. Met zijn vriendin, met zijn broer en zijn gezin. Met zijn ouders, zijn vader die lang hoofdtrainer bij Groeneweg was. Hele lieve, aardige, fijne mensen. Dus met Sven heb ik een goed gevoel bij. We gaan naar hem kijken. En dan het schot in het doelpunt van Van Beek. 1-0 voor Feyenoord. En dan is daar de ruimte en de treffer. Van Beek. Nog eens gekopt. En hij vindt de lege hoek, Sven van Beek. En dan staat het dus 2-0. Keuzelef helemaal uit positie en dan is het 3-1. 3-1 Feyenoord. Van Beek. Doelman blijft staan en dan gaat hij erin en ingooit die erin gaat. Ja, doelpunt. Ja, Sven. Die goal tegen Standaar. Ja, weet je, dat zijn een van de eerste doelpunten die ik gemaakt heb. En sowieso Europees was dat mijn eerste doelpunt. En hij was natuurlijk ook heel belangrijk op dat moment. En, was het ingestudeerd, dat vliegtuigje? Nee, dat ging helemaal automatisch. Ik werd helemaal door het dol heen. En dan doe je iets wat er in je opkomt en dat was het vliegtuigje. Feyenoord-Sparta aan het begin van het seizoen. En we zien Sven ineens op één knie zitten. Ja, dan heb je zeker bij deze jongen zoiets van oei, als er maar niets aan de hand is, als hij maar niet weer opnieuw geblesseerd raakt. Dat was helaas wel het geval. En dat is voor hem natuurlijk ook een forse persoonlijke tegenslag, kan ik me voorstellen. Wat gebeurde er nou precies, Sven? Ja, ik schoot een bal weg. Er kwam een voorzet vanaf van onze linkerkant af. En ik wilde wegschieten met mijn linkervoet. En ik hield mijn voet een beetje slap. Te slap misschien. En toen klapte hij mijn enkel eigenlijk weer dubbel. En iedereen weet natuurlijk de geschiedenis van vorig jaar van mijn enkel. Ja. Dan weet je dat het foute boel is eigenlijk gelijk. Maar dan ga ik nog even 5 minuutjes door, omdat je het natuurlijk niet gelijk wilt afkappen eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En toen de volgende dag, toen werd er heel snel gezegd van dat gaat heel lang duren. Maar je staat gewoon weer op het veld. Ja, klopt. Iedereen had tegen me verteld dat we ongeveer 6 maanden ermee bezig zullen zijn. Alleen toen ik eenmaal de dokter had gepraat, die me eigenlijk ging opereren, die zei zelf al van dat het veel sneller zou gaan dan verwacht. En ik voel nu ook steeds beter sinds dat het stukjes weghaalt waar ik altijd last van had. Van dag 1 heb ik eigenlijk al het gevoel dat het elke dag beter gaat. Sven, we zagen heel snel foto's van jou op Instagram waar je heel actief bent van werken aan mijn herstel en ik kom sterker terug. Is dat nou ook wat je gelijk voelt of heb je er ook gewoon even doorheen gezeten wat menselijk zou zijn? Wat jij zegt is natuurlijk altijd eventjes als je keihard getraind hebt om 6 maanden keihard elke dag in en uit getraind hebt om weer terug te komen op niveau. En dan de eerste wedstrijd in het Feyenoord 1 gaat het eigenlijk weer mis, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is wel een mentale tik en die heb ik wel even 2 dagen of 3 dagen moeten verwerken. Alleen, je weet ook dat je snel weer moet schakelen, want je wilt zo snel mogelijk weer terug zijn. Ja, en dan soms is het lastig, Jan-Dirk. Ja, dat snap ik. Ja. Nou, heeft die arts in het Erasmus iets weggehaald uit je voet? Een stukje bot, toch?
Ja, er was aangegroeid een stukje bot. En die ging eigenlijk een beetje in de weg zitten, dat wisten we al. Alleen hij was weer gegroeid vergeleken met vorig jaar. En toen hebben we hem maar toch eruit gehaald. En dat hadden we misschien achteraf, misschien eerder moeten doen. Alleen, ja, we hadden toen besloten om het op de natuurlijke wijze te laten gaan. En nu hebben we hem uiteindelijk toch weggehaald, omdat het toch weer in de weg zat. En hebben we jou natuurlijk heel goed gevolgd in die tussentijd. Maar heb jij ook Jan Dirk een beetje gevolgd met zijn meniscusoperatie? Ja, hij heeft het me wel verteld. Maar ik heb hem niet helemaal gevolgd natuurlijk. Maar hij zei dat het heel snel de goede kant op ging. Ik kan bijna weer mee op het allerlaagste niveau in het regionale tenniscircuit, Sven. Dus maak je niet ongerust daarover. Nou, dan is het goed, gelukkig. Kan je nog terughalen wat je zelf eigenlijk dacht toen je daar op die ene knie zat? Ja, tuurlijk. Net als wat jullie dachten eigenlijk, wat Jan Dirk net zei is, oh god, daar gaan we weer. Maar ja, weet je, het is moeilijk om daarover te praten. Het zijn heel veel emoties die op dat moment loskomen. Voor iedereen is duidelijk natuurlijk dat je het liefst wil voetballen en elke week wil spelen. Alleen de afgelopen tijd van mij is dat helaas niet zo geweest. En ik moet zeggen dat ik elke dag gewoon keihard bezig ben om in de toekomst wel gewoon elke week te kunnen schitteren. Hoe hou je dat vol, hè? Nou, kijk, wat ik toen ik het pas tegenkwam, toen zei ik tegen je, Sven, je lijkt wel groter geworden, hè? Toen zei je tegen mij, ik sta meer rechtop. En voor mij had je ook zoiets van dat je, ja, je hebt niet een blessure nodig om sterker te worden, maar dat gevoel had je zelf wel een beetje, volgens mij, of niet? Ja, ik moet zeggen, voor mijn blessure had ik altijd wel wat klachten fysiek. Ik was niet sterk genoeg in mijn benen en daar heb ik echt keihard aan gewerkt, ook in de coronatijd. Dat iedereen thuis zat, heb ik gewoon keihard lopen knallen daar. Op die vlakken waar ik mijn kracht miste. En dat is op dit moment heel erg gegroeid. En dat is ook wat ik tegen je had gezegd. Over groeien gesproken, mooi nieuws bij Feyenoord. Deze week, want Leroy Fair is vader geworden van een dochter. Ja, die spraken we vrijdag nog rondom de show die we live maakten op YouTube. Waar meer dan 60.000 mensen naar gekeken hebben trouwens. Hartstikke leuk. Rondom de loting. Toen was het allemaal nog aanstaande. Zondag zagen we hem spelen in Tilburg. En tussendoor is het allemaal goed gekomen. Dus prachtig nieuws. Nou, wij natuurlijk naar 1908 en daar de vraag der vragen gesteld aan Leroy. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Ze maakt het heel goed. Eet goed. Mijn vriendin. Doet het goed, dus ja, we doen het allemaal. Zijn we gewoon super blij dat de Kessel er nu is. Mooi om te horen, Kessel Fleurella Flair. Mooie naam. Is er nog iemand vernoemd? Mijn moeder, de naam is Fleurella, dus dat is haar tweede naam. Maar Kessel, ja, het is iets tussen mij en mijn vriendin. De naam heeft de historie, dus ja, iets van ons twee. Je zoontje, is die al een beetje beschermend naar haar toe? Ja, zeker. Perfecte grote broer is het. Nu al beschermend. Ze is pas 4 dagen oud, maar hij is nu al beschermend en hij is super blij. Mooi man. Wat ook mooi was, 9-8 in de avond werd ze geboren. En eigenlijk niet heel veel later sta je gewoon op het veld te vlammen. Hoe is het gegaan, die tussentijd voor jou? Ja, heel laat kwam ik thuis eigenlijk, 2:30. Een paar uurtjes geslapen. Ik had daarvoor de trainer al gesproken. Een uurtje nadat Kessel geboren was en ja, die gaf gewoon aan van probeer je rust zo goed mogelijk te pakken en morgen gewoon lekker vrij voetballen. Ik ga niet te veel van je vragen omdat je natuurlijk wat minder gaat rusten, maar ja, probeer gewoon alles te geven morgen tot je niet meer kan. En ja, had ik gedaan. Gelukkig kon ik gewoon 90 minuten volmaken en had de wedstrijd met 1-4 gewonnen. Gaf dat vleugels tijdens de wedstrijd? Ja, je speelt wel gewoon met gewoon vrijheid en weten dat je dochter geboren is. Gewoon met een heerlijk gevoel. Ging het veld op en de 3 punten hadden we ook nog meegenomen. Ja, mooi. En de ooievaar heeft nog een cadeautje voor je meegenomen. Je mag hem zelf pakken. Is goed. Of, het is eigenlijk niet voor jou, het is natuurlijk voor je dochtertje. Ja, oké. Hand in hand, kameraadjes. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja ook. Ze kan maar bij één club horen. Ja, mooi man. Dank jullie wel allemaal. Ja. Mooi. Dus dat meisje zit gelijk in de familie. Kan maar geregeld zijn, dat is belangrijk. Sven, jij bent 26. Yes. Dus de vaders hier aan tafel vragen zich af, wanneer is het jouw tijd?
Ja, daar heb je wel twee mensen voor nodig natuurlijk. En, zeker. Ik heb nu al een 5-jarige lange relatie met mijn vriendin. Alleen haar carrière is ook heel erg belangrijk. Ze heeft altijd heel hard gestudeerd om een goede baan te krijgen. En, wat doet ze dan, Sven? Ze is finance commitment analyst. En zij heeft zoiets van, laten we nog maar een poosje wachten. Ja, ze wilde eerst eventjes werken en aan zichzelf werken. Samen nog leuke dingen doen en dan komen de kinderen vanzelf. Want voetballers beginnen over het algemeen veel sneller aan dan mensen met andere beroepen. Dat zie je wel vaak, ja. Maar het is mooi dat deze afwegingen zo worden gemaakt in het gezinnetje van Beek. Kan ik me zo voorstellen, mooi. Zijn wij de eerste die het horen als het zover is? Eén van. Nou, in afwachting van dat nieuws gaan we eerst even naar de break. En dan komen we terug met nog veel meer Sven en andere dingen vanuit de club. Welkom terug bij Studio Feyenoord. Voor de break, Jan-Dirk, hadden we het mooie nieuws van Leroy Fer. Maar aan de andere kant van het leven gebeurt er ook van alles binnen de club. Ja, van de week is een Feyenoord, ja, icoon overleden kun je echt wel zeggen. Voor het grote publiek niet heel bekend. Herman van der Graaf, maar was erg lang actief bij de club. Onlangs nog gehuldigd vanwege zijn 50 jaren bij Feyenoord. Op Varkenoord kwam je altijd Herman van der Graaf tegen. Iemand die heel belangrijk was, die een van de gezichten van de club was. En hij is helaas van de week overleden. Ja, Herman. Ja, markante man, bijzondere man. Ik kende hem redelijk, ook vanuit mijn Rijnmond verleden kwam je hem vaak tegen op reizen naar het buitenland. Maar jij kende hem nog veel beter volgens mij. Ja, dus de neiging om binnen de club van ome Fred en ome Gerard te praten is natuurlijk vrij groot. Maar hij was echt mijn ome Herman, hoewel ik aangetrouwd ben. En ja, een heel bijzonder levensverhaal. Dus een van die dingen. Wij zaten vaak, weet je dat tafeltje op dat oude Varkenoord? Ja, ja, ja. Nou, kent Sven natuurlijk ook wel. En ja, dan speelde A1. En dan zat je daar samen te kijken. En dan, ja, dan kwamen die verhalen. En een van die verhalen is dat hij werkte bij een bedrijf. Maar daar had hij aandelen in. Maar dat wist niemand. Mm-hmm. Tot hij op zijn... Ja, in de loop van zijn 50er jaren ineens die aandelen verkocht. En toen was hij ineens binnen. Toen hoefde hij niet meer te werken. En toen zei hij, toen ging iedereen op een andere manier naar mij kijken. Omdat ja, ze wisten dat ik toen dat... Dus ja, dat was heel bijzonder. En, wat ook bijzonder is, we hebben alleen foto's van hem. Want hij hield niet van camera's, hè, begreep ik. Nee, vond hij helemaal niks. Nou ja, dan zeiden de jongens van Feyenoord TV. Hadden natuurlijk schitterende verhalen. Maar als we die camera dan aanzetten, dan sprinten die weg. Hoewel dat sprinten, Remo van Menen zei, een kat heeft 9 levens en Herman ongeveer 27. Hij heeft niet zo heel zuinig geleefd. Maar een hele lieve man. En nou, ik zal hem heel erg missen. En heel veel mensen op Varkenoord. En jij hebt hem natuurlijk ook gekend, Sven. Ja, inderdaad. Dat was altijd een hele lieve sociale man die altijd even een praatje met iedereen kon maken. En vroeg altijd aan iedereen hoe het met hem ging. En ja, ik kwam hem vaak tegen op de club. Wat heeft dat trouwens in je hele leven voor rol gespeeld, Varkenoord? Ja, eigenlijk vanaf 10-jarige leeftijd ben ik bij de club gekomen. Dus ja, ik heb eigenlijk alles meegemaakt, hoe het is opgebouwd. Hoe, ja, gewoon de ontwikkelingen van heel de club eigenlijk. Ja, elke dag natuurlijk naar school gegaan, wordt opgehaald met busjes, wordt gebracht naar het Varkenoord. Je komt daar altijd iedereen tegen. Alle trainers die zitten, wat je zegt, aan de tafel. En, ja. Ja, dat soort beelden die gaan niet meer uit je gedachtes. Andere beelden, maar van veel korter geleden. Doelpunt van de maand. Doelpunt van de maand, zo. Dat snap je natuurlijk wel welke erin zit. Deze maand denk ik makkelijk kiezen. Denk ik ook. Maar ja, het is natuurlijk uiteindelijk mede aan jou. Dus laten we eens even de revue laten passeren. Schitterend doelpunt.
corner dan van Berghuis. En die zit erin. Daar is de gelijkmaker. En de man die zo in de fout ging bij de 0-1. Zorgt voor de 1-1. Geertruida kopt Feyenoord op gelijke hoogte. Zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Zorgt ervoor dat zijn fout is weggestreept. Natuurlijk een goede corner. Van Berghuis achter de bal. Maar dan is het ook een uitstekende kopbal. Niemand bij de tweede paal gezet. En daar valt de bal precies binnen. Hier is Kraaienveld. Vindt hier Sliti. Draait er knap weg en schiet hem ook fantastisch binnen. Onder de lat. En op deze leeftijd kunnen de keepers daar vaak niet bij. Goed ingeschoten, goed weggedraaid. Ayman Sliti. Zoals eerder gezegd dus, nieuw bij Feyenoord, kwam van Twente. En scoorde zijn laatste goals namens Twente tegen Feyenoord. Texera wat te laag. Omhaal is aardig. Zo! Dat kan hij dus ook. Senesi. Die zagen we niet aankomen. Er kan toch wel een kleine glimlach vanaf ook bij de trainer. Als je centrale verdediger dat doet. Marcos Senesi. Krijgt die bal. En denkt, nou weet je wat, ik doe het gewoon zo. Fantastisch omhaal. En dat kan hij dus ook. Echt een schitterend doelpunt. Feyenoord direct in de achtervolging na die tegentreffer. Nieuwkoop richting Jurgensen. Bal valt van voeten van Diemars en dan is het raak. Direct na de 1-0 is het Feyenoord dat op gelijke hoogte komt. Dat gaat vrij makkelijk. Haps. En daar valt hij goed voor Narsing. En dan is het Feyenoord dat alweer leidt. Nou, ADO heeft zo'n anderhalve minuut misschien kunnen genieten. Als ze dat al hebben kunnen doen van de gelijkmaker. En Bijlo krijgt een knuffel van Senesi. Bijlo is nog steeds boos. Nog steeds boos over het onrecht dat hem voor zijn gevoel is aangedaan. Al was de beslissing terecht. Maar het is Feyenoord dat weer leidt. Berghuis voor zijn linker, dus kan hij schieten. Berghuis kan schieten en schiet hem er gewoon in. Het is niet normaal. Je weet dat hij een linksboot is. Dan mag er wel een beetje druk op. Dat gebeurt niet. En zo schiet Berghuis al heel vroeg in de wedstrijd Feyenoord op 1-0. Hij dus vorig seizoen de clubtopscorer werd. 15 goals in een onaf seizoen. Noval Bannis. En hier in het veld gekomen Sven Zitman. Zitman legt hem hier terug op Mikael Terzet-Johnson. Goeie actie, knappe actie, in de verre hoek geschoten. Mikael Terzet-Johnson met zijn tweede goal voor Feyenoord onder 21. En wederom is het een aansluitingstreffer. Nog een keer terugkijken. Berghuis achter de bal. En is het 4-2. Daar zit geen twijfel in. En zo wint Feyenoord met 4-2 van ADO. Ja, Sven. Kan niet moeilijk zijn, hè, dit? Nee, deze van Senesi. Ja, natuurlijk een hartstikke mooie goal. Hij ziet waar die bal komt. Dat deed hij al heel mooi, vond ik. En hij denkt niet na, maak een omhaal. Gevoelsmatig heb ik ook wel wat met de eerste goal van Geertruida. Ja, omdat hij ook even daarvoor natuurlijk betrokken was bij een tegengoal en het daar recht zet. En als jonge jongen laat zien over veerkracht te beschikken. In de Kuip je eerste goal maken. Dat was ook een mooie ontlading. Ja. Was jouw eerste goal die goal tegen Ajax? Nee. Ik zou niet eens meer weten. Ja, als je een paar honderd hebt gemaakt, moet je even nadenken, Sven. Ja, wordt lastig hoor. Nee, volgens mij was het PEC Zwolle thuis. Die goal tegen Ajax hè, in zo'n vol stadion, dat wordt zeker nu weer actueel, nu die stadions leeg zijn.
Ik ben altijd zo benieuwd, wat voel je nou? Dus je hebt die euforie al van die goal, maar dan krijg je dat geluid van dat stadion een soort van in je lijf. Ja, het is heel bizar natuurlijk. Ik had een beetje dezelfde situatie als wat Geertruida had. Ik had die week daarvoor een eigen goal gemaakt tegen ADO uit. Dus toen heb ik heel die week heel veel over me heen gehad. En toen scoorde ik natuurlijk in de klassieker de week erop. Dus toen kwamen er extra emoties los. En ja, dan gaat de kuip ontploffen en dan is het natuurlijk fantastisch. Over emoties gesproken, we hadden het net over je herstel. En dat alles bij elkaar echt heel lang duurt. En dat daar toch ook wel dieptepunten in zitten. Ja. Wat voor je komt uit een heel warm gezin, hè? Komt Sven? Ja. Ja, nou ja, wat ik zeg, zijn vader en moeder heb ik een paar keer mogen ontmoeten. Hele lieve, aardige mensen. Met inderdaad een broer met een fijn gezin. Ja, ik heb de indruk van de buitenkant altijd dat jullie het heel goed met elkaar hebben. Maar ja, dat is zeker waar. Er gaan enorme intriges in die familie van Beek, of niet? Ik kan natuurlijk nou niet echt zeggen wat ik ervan vind, hè. Wat voor rol hebben ze gespeeld in die afgelopen periode? Ja, ik heb natuurlijk heel veel steun van hun gehad. Mijn vriendin natuurlijk ook, daar woon ik samen mee. En als ik dan thuis kom na zo'n wedstrijd van Sparta, ja, dan heeft ze echt wel zwaar te verduren met me. Want dan ben ik niet aanspreekbaar. En wat doet zij dan? Ja, de eerste paar keer natuurlijk, ik ben al wat vaker geblesseerd geraakt. En bij het begin probeerde ze heel veel met me te praten. En toen merkte ze op een gegeven moment wel dat ik dat niet wilde. En nu bij de laatste keer liet ze me gewoon, daar kom ik vanzelf alweer bij. Is het moeilijk eigenlijk voor een jonge vrouw om met een voetballer te leven? Ja, soms wel natuurlijk. Je hebt te maken met heel veel emoties. De ene week kan het heel goed gaan. Dus dan is het thuis natuurlijk ook wat gezelliger. En de andere week kan het heel slecht gaan. En ja, dat is bij jou thuis. Ja, daar moet je ook mee dealen. Dat is overal, Frank. Ja. Dus toch? Ja. Maar bij hun zijn de emoties worden natuurlijk wel uitvergroot. Laten we dat ook zeggen. En dat hebben we vaker over gehad. Ook met Sven, maar ook met collega's van hem. We zien altijd de buitenkant van jongens die geld verdienen in die Kuip spelen. Maar die ook gewoon een leven hebben. En die als het niet goed gaat, ook heel kritisch en hard benaderd worden door de buitenwereld. Dat aspect vergeten wij natuurlijk gewoon vaak. Ja, heb je ook meegemaakt op social media zijn best wel lelijke dingen gezegd. Ja, daar heb ik laatst een interview over gegeven in het AD. En ik moet zeggen dat ik zelf nooit echt kijk naar de reacties. Alleen natuurlijk de mensen om je heen, die zijn altijd nieuwsgierig. En die vertellen wel eens wat tegen je en dat je er niks van aan moet trekken. Dus dan krijg je wel wat mee natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat ik het redelijk naast me kan laten liggen. Nou is het natuurlijk wel een punt dat het niet anders kan. Of je bent ook wel eens onzeker van gaat dit nou ooit over? Ja, natuurlijk spoken die vragen door je hoofd. Dat had ik natuurlijk bij mijn eerste blessure, waar ik al best wel lang mee uit was. Maar ja, er zit ook niks anders op eigenlijk. Hè. Je wil natuurlijk weer herstellen en weer zo snel mogelijk op het veld staan en zo fit mogelijk. En daar train je gewoon keihard voor. En als je er zelf niet in gelooft, dan denk ik ook dat het niet gaat lukken. Volwassen man. Nee, maar dat is ook zo, weet je. Ik moet denken aan, dat is iets heel anders, hè. Maar ja, mensen die heel ziek zijn, zeg maar, mensen geen hoop geven is geen optie. Dus dit is minder erg dan ernstig ziek zijn. Ja. Maar je moet natuurlijk gewoon ergens in blijven geloven, een doel blijven hebben, erin geloven dat het echt goed komt. En dat kan natuurlijk ook gewoon bij deze jongen. Dubbel belangrijk dit seizoen, omdat Sven zijn contract afloopt. Ja, dat is zo, hè, Sven, of niet? Ja, inderdaad, ja, mijn contract loopt dit jaar af. Waar moet je om lachen? Nee, ja, natuurlijk. Ik snap wat je bedoelt te zeggen. En, natuurlijk is dat spannend. Die gedachten neem je mee in je hoofd natuurlijk. Maar uiteindelijk voor mij doel is om gewoon zo fit mogelijk terug te komen. En dan zie ik het vanzelf wel. Kan je überhaupt voorstellen dat als je van je tiende jaar af bij die club bent, dat je ooit ergens anders moet gaan spelen? Of maak ik het dan te romantisch? Nee. Kijk, ik ben hier voor mijn gevoel nog niet klaar. En ik wil nog steeds laten zien wat ik in mijn mars heb. Ik hoop dat ik daar nog steeds de kans voor krijg. In ieder geval hopen, maar ik ben er ook van overtuigd. Want ik weet wat ik zelf kan. En dan zien we wel weer verder. En als het ergens anders zou moeten zijn, dan is het ergens anders.
En onderweg is die concurrentie daar in het centrum van de verdediging, zeker aan die rechterkant, toegenomen. En maar dat is natuurlijk gewoon het lot van een voetballer bij een topclub als Feyenoord is. En heel graag wil zijn en een rol in die competitie wil spelen. Dat ook weer doet sinds afgelopen zondag. Ja, daar is het zo dat de een zijn dood is, dat is zeker in het voetbal zo, is de ander zijn brood. En dan moet je je versterken, moet je Spa iets halen, dan moet je Geertruida ontwikkelt zich als jonge jongen. Ja, dat moet wel bij een club. Ja, yes, zeg jij. Ja, ik ben het ermee eens natuurlijk. De trainer moet op een gegeven moment ook verder kijken. Ik raak geblesseerd in de eerste wedstrijd. En er komt een heel druk programma natuurlijk aan. En dan wil hij heel graag natuurlijk overal dubbel bezet hebben. En dan weet je dat er een nieuwe speler gaat komen op jouw positie. Alleen wat ik al tegen je net zei is dat ik gewoon eerst moet focussen op mezelf. Dat ik gewoon super fit terugkom. En dan... Ja. Probeer mijn plekje weer terug te krijgen. Het is vandaag 6 weken dat je op woensdag Europa speelt en in het weekend weer competitie. Die beker komt eraan, ja, je zal wel moeten. Maar eerst nog even een weekendje vrij. Hoewel heel veel internationals op pad zijn. En we volgen ze natuurlijk waar ze ook zijn. Steven Berghuis kreeg woensdagavond ruim een uur speeltijd bij het Nederlands elftal. Dat in de Johan Cruijff Arena met 0-1 verloor van Mexico. Zondag en woensdag wachten 2 uitwedstrijden voor het echte werk. In het kader van de Nations League wordt er gespeeld tegen Bosnië en Herzegovina en Italië. Justin Bijlo was aangesloten bij Jong Oranje, maar kampt met bovenbeenklachten en is afgelopen woensdag al teruggekeerd naar Rotterdam. Orkun Kukçu is woensdag vanaf de bank getuige geweest van een waar doelpuntenfestijn. Duitsland en Turkije maakten er een spektakelstuk van met een 3-3 eindstand. Ook voor Orkun staan er woensdag en zondag wedstrijden in de Nations League op de rol. Hij speelt uit tegen Rusland en thuis tegen Servië. Robert Bozenik is met Slowakije een stap dichter bij het Europees kampioenschap in 2021. Donderdagavond kwam Robert in de eerste helft van de verlenging in het veld en zag uiteindelijk hoe zijn teamgenoten de strafschoppen beter namen dan de Ieren. De laatste horde op weg naar het EK heet Noord-Ierland. En die wedstrijd staat gepland in de volgende interlandbreek op 12 november. Maar eerst wacht voor Slowakije ook nog een tweetal Nations League wedstrijden. Zondag in en tegen Schotland en woensdag thuis tegen Israël. Ja, jij zegt net in alle eerlijkheid wist niet eens dat Nederland zelf al speelde. Ja, maar goed, dat komt door het feit dat het vriendschappelijk is. Ik heb, ja, laat ik maar gewoon eerlijk zeggen, een hekel aan naar oefenvoetbal kijken. Dan ook nog in een leeg stadion waar niemand wat aan kan doen. Ja, ik kan het moeilijk opbrengen, zal ik heel eerlijk zeggen. Heb jij gekeken, Sven? Ja, ik heb gekeken, maar ik denk dat Jan Derik niet heel veel gemist heeft. Nee, hè? Nee, ik zag dus vond ik het niet een hele goede wedstrijd. Berghuis was oké, hè? Ja, die deed het goed. Ja, en Bijlo is alweer terug. Ja, lichte klachten. En dan kun je beter geen risico nemen met het oog op volgende week zondag in de Kuip Feyenoord Sparta. Want Bijlo is voor Feyenoord van wezenlijk belang geworden. Wat zegt jou als jongen van de club, Sven, de naam Julio Ricardo Cruz nog? Volgens mij een spits, toch? Dus dat voor de rest durf ik niet te veel te zeggen. Nee, ja, maar dat is een andere generatie. Ja, je werd kampioen in 99 in de Kuip tegen NAC. Onder Beenhakker helemaal opgebloeid. El Gardinero, de tuinman, was zijn bijnaam. Mooie voetballer. 2-0 tegen Juventus. Och. Was je er toen? Ja, geweldig. Mooie Europacupavond. Prachtig. Nou, we gaan tot slot van deze uitzending gaan we even naar zijn mooiste goals kijken. Hartstikke bedankt, Sven. Ja, jullie ook bedankt. Hang in daar. Fijn om met je te praten. En we vertrouwen op je dat we je gauw weer terugzien in de Kuip. Komt goed. Helemaal goed. Dankjewel. Ja. En vooral jij bedankt. Je was een fantastisch publiek. Maandag zijn wij natuurlijk weer. En we gaan eruit met die fantastische spits van toen. Dag. Ook de Haan voorin. Corner Pauwen. Daar is Cruz. En daar is de goal van Julio Ricardo Cruz. Bos van Bronckhorst, blessure. Kroos gaat eerst even door waarschijnlijk. Kroos, 2-0. Pauwe, Tininho. Hij is de vrije man en goed voorgespeeld. Kroos scoort. Is natuurlijk toch de belangrijkste pion geweest, hè? Daar nog een keer. Nog een magiert. Ja. 3-0.
Kroes die het shirt uittrekt. Hij brengt Feyenoord aan de leiding. Kroes. Schitterend. De manier waarop Julio Ricardo Kroes die bal ondanks roest onder controle bracht en vervolgens binnenschiet. Kroes. Oh, wat een goal. Het was de eerste al mooi, de tweede is nog veel mooier. Kalou. Nou. Kroes. Ja! Prachtige bal. Oh, wat raakt die bal fijn. Weinig overtredingen. Maar Feyenoord veel agressiever. Wat een effect. Nee, zeg. Nee, maar. Wat een doelpunt. Kroes.